Want ik had altijd het gevoel dat ik het erg vond voor mijn zus. En toen zij zei van, nou, misschien is het net zo erg voor jou als het voor mij is. Ja, dat weet ik niet. En toen ze dat zei, dacht ik, oké, nu kan ik er aan werken pas. En toen was ik, ja, toen was ik, wat zou het zijn, 22, 23. En vanaf dat moment dacht ik, oké, nu ga ik met mezelf, aan mezelf en aan de liefde werken. Een soort omdat je het gevoel had erkend te hebben dat het jouw pijn deed, ja, dat en dat ook het mijn, mocht. Dat, ja, want ik had heel erg het gevoel, het is niet mijn pijn, het is haar pijn. Hallo, haar vriend is overleden en wat loop ik nou te janken hier? Dus ik heb me heel sterk en groot gehouden voor haar.